even naar voren vragen. Het is vooral voor mezelf een heel erg leuk en leerzaam traject geweest. En ik kijk nog niet zo heel erg vooruit naar, nou ja, wat betekent dat nou echt? Het is heel eervol om op de website van de VO-raad als zodanig te staan. Want dat betekent toch dat je erkend wordt als ervaren schoolleider die ook nog heeft geïnvesteerd in die ervaring op een goede manier overdragen aan anderen. En ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Het is voor mij een echte ontdekkingsreis geweest, een enorm leertraject. En ik vind het bijzonder krachtig van de VO-raad dat ze dit met ons als schoolleiders en bestuurders doen. Kijk, in het verleden was het zo dat de goede leraren werden directieleden en dan werkte dat wel. Maar tegenwoordig vraagt een schoolorganisatie wel meer dan alleen zeg maar, dat je een goede leraar was en dan directielid wordt. Het vraagt om andere dingen, andere vaardigheden. En op deze manier leer je daar een hoop van bij. Van elkaar leren is ook belangrijk. Ja. Nou ja, je bent nooit uitgeleerd. En wat je wel merkt is dat gevoel in alle situaties een nog veel belangrijke rol speelt dan je al denkt. Dus het heeft mij, behalve dat het heel veel gebracht heeft voor het coachen van professionals die met sprongen vooruit gaan, dat is echt wel heel erg genieten. Ook heel veel gebracht als schoolleider. En daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Voor mij was het zo dat het eigenlijk een leerproces voor de coachie was, maar voor mezelf ook. En het brengt je door zo'n opleiding in een positie dat je zelf je spiegel gaat voorhouden. Dat je zelf moet reflecteren over de wijze waarop je dingen doet en hoe je het doet. En ik denk dat als je dat structureel doet, gedwongen tussen aanhalingstekens door zo'n opleidingstraject, dat het op die manier een prima bijdrage levert aan je eigen verdere ontwikkeling in je vaardigheden als in dit geval coach. Ik heb allemaal hele leuke mensen ontmoet. Ik heb behoorlijk confronterend in mezelf gegraven. Ik heb daar in mijn werk en ook in mijn relatie met mijn man en mijn kinderen, denk ik dat er ook wel iets veranderd is. Ten goede. En coaching is wel een heel essentieel onderdeel van je werk. Ja.